weer kapot knallen. Vorige week was het de beurt aan Hanze. Helaas scoorde hij een vette nul. En volgens mij is hij een beetje verdrietig, want hij loopt weg. Eén ding is zeker. Martin Hanze is gewoon een keeper. Dion. Jij gaat best wel lekker in het klassement van de Speler van de Week. Ik weet niet precies welke plek ik nu sta, maar volgens mij wel in de top 3. Ja, je gaat best wel goed. Je krijgt hoge cijfers. Is er iets veranderd met vorig seizoen en het seizoen nu? Hoe je erin staat, hoe je presteert? Misschien dat ik nu op het middenveld speel. Dat ik misschien wat meer opval of zo. Is je vriendin ook een beetje een voetbalkenner? Ja, ze volgt het wel, maar bijvoorbeeld dingen zoals buitenspel, dat weet ze wel. Maar als ik er bijvoorbeeld zou zeggen, ja, wie is die speler, dat zou ze niet zo snel kunnen aanwijzen. Hey, dit spelletje, ik ben benieuwd wat ze hiervan gaat vinden. Want dit is een totaal ander spel. Je moet zo meteen de potten omknallen. Dus niet de kratjes, daar gaat het helemaal niet om. Ja, okay. De potten op de grond, die zijn 1 punt waard. Ja. En de potten die daar in de hoek hangen, die zijn 2 punten waard. Je krijgt van mij 5 ballen. Dus je mag 5 keer schieten. Nou, in totaal kan je 10 punten behalen. Maar als je al 1 punt haalt, Dion, dan ben ik al zo blij. Heeft er niemand een punt gehaald? Het gaat niet heel erg goed. Oké. Okay. Ja, en weet je, vorig jaar was ik alleen maar Aron Meijers een beetje aan het pesten. Omdat het hem gewoon niet lukte met caravan knallen. En nu ben ik hem alleen maar aan het prijzen. Want hij staat al wekenlang op nummer 1 met 4 punten. Oké. Okay. Nou, ja. Is goed. Ik zal mijn best doen. Was dat de krat of was dat de pot? Ik denk een mix van beide. Ik denk ook een mix van beide. Ik heb het idee dat hij alle 2 raakte. Ja, dus... 1 punt. Oh, je bent wel in de buurt. Om gewoon 3 punten te pakken. Ik zit te twijfelen de linker, maar... Nou, ik ga voor de rechter weer, ja. Nogmaals. Gewoon, je bent zo erg in de buurt, dus dit wordt hem. Weet je hoe blij ik ben? Eindelijk in een reeks van weken dat ik alleen maar moet melden. Oh, 0 punten. Ja. Gewoon 1 punt. Ja, nou, ik ben toch niet echt helemaal tevreden mee. Maar ja, volgende keer beter. Ja, ik ben echt super blij. Eindelijk melden. We hebben een pot geraakt. 1 punt te pakken. Maar 1 punt inderdaad. Aron heeft er 4, toch? Ja, maar er zijn zoveel voor je geweest die gewoon 0 punten hebben gehad. Oké, nou is goed. Dan, 1 punt. Oké, nou, ik ben er blij mee. Kan ik een high 5 krijgen? Sowieso. Yes, 1 punt. Je maakt wat mee. Malone scoort 1 punt. Eindelijk iemand weer bovenaan de rij. Dit geeft moed. Volgende week weer een knaller.